Goeiedag. De bewolking overheerste vandaag, maar niet overal was het de hele dag grijs, want zo her en der, met name in het noorden en het uiterste zuidoosten van het land, kwamen wel een paar opklaringen voor en brak de zon ook even door. Nou, qua regen viel het vandaag ook nog wel mee, maar dat gaat dit weekend wel veranderen. Met een stevige westelijke wind krijgen we namelijk te maken met meerdere storingen. De eerste passeert komende nacht en morgenochtend met een partij regen, vooral in het noorden van het land. En de tweede zien we rond zondagochtend onze omgeving passeren. Daarachter wordt het vervolgens weer wat droger en kan af en toe de zon doorbreken. Nou, die westelijke stroming zorgt ook voor behoorlijk hoge temperaturen voor deze tijd van het jaar, want het wordt dagelijks zo'n 10 tot misschien lokaal wel 13 graden. Dat geldt ook voor morgen, zaterdag overdag. Overwegend bewolkt weer, verspreid over het land valt af en toe wat regen en de temperaturen liggen dus hoog voor de tijd van het jaar. Normaal gesproken is het een graad of 6, maar morgen komen we uit op zo'n 9 of 10 graden langs de noordkust en plaatselijk 13 graden in het zuidoosten van het land. Daarbij staat een stevige west- tot zuidwestelijke wind, kracht 4 tot 5 boven land en vaak kracht 6 langs de kust. Nou, ook zondag staat er nog een vrij stevige wind, kracht 4 tot 5, opnieuw uit een westelijke richting. Maar de lucht wordt geleidelijk wel ietsje minder zacht. Dat betekent temperaturen tussen de 8 en de 10 graden van noord naar zuid. En de kans op regen is met name in de middag een stuk kleiner, met vooral in de noordelijke regio's ook af en toe ruimte voor wat zon. Nou, ook de dagen daarna zien we af en toe wel wat zon. Met name in de nieuwe week, dinsdag, woensdag en donderdag, kan de zon her en der even doorbreken. Maar veel zal het niet zijn, blijft wel overwegend droog. En de temperaturen, ja, daar verandert eigenlijk weinig aan. Het blijft overdag een graad of 10, de nachten ruim boven het vriespunt. Maar op de hele lange termijn gaat dat geleidelijk wel veranderen. Er lijkt namelijk iets meer ruimte voor de zon te komen. Dat betekent overdag temperaturen nog altijd rond een graad of 10. Maar in de nachten wordt het dan wel kouder. Met, vooral in het binnenland, kans op een paar graden vorst. Ik wens u een goed weekend.